It's all I wanna do. Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we weer Call of Duty Black Flag, spelen potje Domination op de map Hijacked. En we gaan kijken of we een relaxe score neer kunnen gaan zetten natuurlijk. Ik speel met Skaha, Quickdraw en een Jessable Stok. En we spelen tegen geloof ik wel wat tryhards is. Dus we gaan ze even proberen te ownen natuurlijk met mijn Skaha, met de UAV, Counter UAV en de Orbital V-set. Dus, laat even je blauw duimpje omhoog achter en er zit een hacker in, oké. Chester versus hacker, let's go. Hij is onzichtbaar, dus hem kunnen we niet killen. Maar zodra we gewoon onze streaks halen, staat hij waarschijnlijk ook op de V-set. Dus kunnen we hem ook gewoon killen als het goed is. Ik heb wel een counter UAV binnen. Dus ik moet wel even wegrennen natuurlijk, want hij kan ons wel killen. Oh, en hij heeft een EMP. Jammer man, dit is echt kut. Oh, hebben ze ook een V-set? Oh ja, tuurlijk. Fucking hell, dit is kut. Oké. Okay. We gaan ons nog gewoon proberen een chille score neer te zetten, oké? Okay? Let's go, jij hebt gewoon nog gerund. Ja, dat is die hacker, gozer. Die kan niet doodschieten. Dit is kut, man. Gewoon fucking kut. Dat dit nou weer. Ja, dat is hem. Kijk maar, hij hoeft ook geloof ik niet te reloaden. Oké, jou kill ik wel gewoon. Ik weet nou waar die zit. Dan ga ik gewoon weg hier. Jammer man, dit. Dat iemand zo het potje moet verneuken. Ja, dat is hem weer. Oh, het potje vliegt eruit zelfs. Oké, het is gekikt. Jongens, ik zie jullie bij zo meteen bij een nieuw potje. Of als ik nu in een playing game word gegooid. Het wordt dus een playing game, dus we blijven gewoon doorspelen. Ah, jammer man. Ik vind het echt jammer dat er hackers zijn nu in Black Ops 2. Want Black Ops 2 is gewoon de beste game die voor mij tot nu toe is. Maar Black Ops 3 komt er bijna aan, dus het is niet tegen te houden. Maar we gaan gewoon wel weer met onze squad spelen. We worden wel gespant, hè. Oké, dit is niet leuk. Even een switch maken. Oké, jij bent dood. Moet dus nu even een switch maken van hackers naar spantreppers. Komt goed, geloof me. Ja, oh nee, kut. Ze zitten daar ook. Oké. Ja, ik heb een ideetje. Even kijken. Oh, hij zit er nog één achter. Shit, shit, shit. We kunnen makkelijk uit deze spantrep komen. Maar dan moeten mijn teammates meewerken. In mijn plannetje, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Sniper down. Of ik moet even mijn streaks halen, maar dat lukt ook niet als ik steeds gewoon via die zijkant loop. Oké, ik ga boven campen. Ik moet even mijn counter UAV hebben, want dan kan ik het doen. Wat ik nou wil doen is counteren. Oké, nu moet ik erin spannen. Nee, er staat hier één. Ja, die met die kut Lido emblem. Oké, we spannen hier. Oké, ik ga op B. Hij zit op C. Ja, dit is zo kut, man. Ze gaan ons triple cappen nu. Oké, kom op A dan. Oh, hun willen ons op A cappen. Ik weet het nu al. Ze willen ons op A span trappen. Dat gaat mooi niet gebeuren. Oh, hij switcht ook nog van zijn wapen ook. Oké, nu zijn we de lul. Als we op A spannen, zijn we de lul. Dat heb ik al laatst in een video uitgelegd. Dat je in de A, aan de A-kant best kan spannen hebben. Daar willen we naartoe. Dus we moeten geen A pakken. Dan hebben we gewoon nog een andere span, laat maar zeggen. Dan hebben we nog de zijspan. Kut, ik knijfde, maar dat kon niet. Dit is kut, jongen. We gaan van hackers naar spantreppers. Oké, ik ga toch wel A pakken. Om dan nog een kans hebben om geflipt te worden. Je moet dus heel slim gaan spelen. Kijk, nu zijn we de lul. Sowieso.
Hij klimt hier naar boven, dus ik ga jou even killen vanaf daar. Kijk, nu zijn we gewoon de Sjaak, nu zijn we de Sjaak. Ah, ik heb zelf gezorgd dat we in deze pand gaan komen. Dus, ik moet er nou ook zelf uit proberen te komen, jongens. Kom op. Weg hier. Oh, die had ik met geluk, zeg. Mooie triple. Ja, mijn counter terug. Huppakee. Heerlijk, het is over. Hoe gaat hij niet dood? Nee joh, even mijn V-shit. Kak! What the fuck, gek. Holy shit, zo doe je dat dus. Dat was dus mijn plan, om dan op die B-vlag te hangen. Dan worden hun gedwongen om in hun eigen span te spannen. Hun worden dan gedwongen om in C-span te spannen, omdat ik op B zit en wij hebben A. Dus, wat ik nu ga doen, is als een Mogol doorrennen naar B gewoon. Ik moet die vlag hebben, want dit gaat anders niet goed komen. We staan wel 20 om 13, maar ja, dat maakt niet uit. We gaan van de hackers gaan we naar de spantrappers. Dat is ook wel eens een keer grappig om te doen. Maar ik ga gelijk doorrennen naar B. Ik denk dat de enemies dat ook van plan zijn. Dus ik kan gewoon gelijk mijn UAV'tje in. Ja, kijk maar, let op, komen ze. Jammer zeg, ik heb een counter. Fuck jullie. Kom op, boys. Zo doen we dit. Ah, nee! Dat wil ik niet. Ik wil mijn visie even halen tegen ze. Lekker, teammate. Nee, ze zit een teammate achter je! Lekker, teammate. Kut, teammate. Teammate is dood. Zit erboven. Ja, dikke moeder. Ja, nu hebben we een vier set. Oké, we zijn weer de lul. Kijk dan, dit is Fusion Royal, man. Dat is echt een kneus. Teammates doen ook een kut. Hij loopt daar, hij loopt daar, hij loopt daar. Hier, fuck off, maat. Suck my balls. Een fietje erbij. Staat hij weer. Counter eroverheen. Oh, get fucking Shrek, mate. Nee! Ik kan een visit gewoon niet halen tegen deze mensen, jongen. Holy shit. Dat is het probleem. Als ik me nu een visit drop, hè. Dan zijn ze zo hard de lul. Ja, en de Fusion Royal weer, die faggot. Hij staat 43 om 13. Ik loop expres via hier! UAV awaiting orders. He's gone. Mail shooter. Ja hoor, Jordi. Jordi Messi 070. Hey, hij woont ook in Den Haag. Hallo jongen. Oké, hun hebben een UAV ingekald, maar ik heb een counter ingekald. Dus we zijn allebei gecounterd op dit moment. Kom maar. Lekker. Voor mij worden hun nu een beetje gespant, ik weet niet, maar...
Nee, ik ben dood. Ah, oh, shit. Ik kan weer bij... I'm done. Ik heb al 4 keer bijna mijn visie gehaald en ik ga gewoon steeds dood. Er is wat in deze lobby, jongen. Ik zit op B. Hier blijft van mij B af. What the fuck? Oké, nu spant hij hier. Let maar op. Komt hij? Hallo. Spant hij weer hier? Of niet? Ja. Hallo. Hallo. Oh, hier kan je zo makkelijk een killtje halen als het doorgaat, hè. Nu werden ze even gespant, jongen. Dikke vinger voor jullie. Heerlijk dit. En dat heb ik eigenlijk gewoon nog in mijn eentje gedaan ook, hè. Maar mijn teammates hebben bijna niks gedaan. Dus ik heb gewoon in mijn eentje een hele spantrap omgezet nadat wij kunnen spantrappen. Holy shit. Heerlijk dit, jongens. Ik weet ook echt wel wat de titel is van deze video. Van hackers naar spantrappers. Zo ga ik hem sowieso noemen. Oh, ze hebben B gepakt. De laatste paar seconden van de game. Sukkel. Sukkel. Ah, hij heeft me nog ook, joh, die Fusion Royale. We hebben jammer genoeg niet gewonnen, maar we hebben wel echt gewoon een spantrap. Van gespantrap worden naar een spantrap ingezet. Dus dat is echt helemaal mooi. We zijn hackers tegengekomen waar we het potje uit werden gegooid. Dus, mocht je wel genoten van deze video, laat als je een blauw duimpje omhoog achter. Hou mij natuurlijk enorm. Maar dan hebben jullie het gezien bij de video van morgen. Dus nog super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Laters.